8 mei 2013. Het was nevelig, mist. We gingen vliegen en ik had al meteen in de gaten van oeh, dit is een lastige dag. We zijn gaan zakken en we hebben niet in de gaten gehad dat we in een heel laag gebied met lage bewolking kwamen. We vlogen in 50 tinten grijs, dus je ziet het niet. En we zijn daar ingezakt. En vlak daarna, bam, op het water geraakt. De dag startte voor mij op Texel, waar mijn bedrijf staat. Een hangar met eigen vliegtuigen. Het vliegtuig wat we wilden eigenlijk normaal zouden inzetten, mijn eigen vliegtuig, stond in onderhoud. Dus ik had een van onze vaste vliegers gevraagd of we met zijn vliegtuig, die was ook instructeur en die gaf les op zijn eigen vliegtuig. En dat stond op Den Helder, of we daarmee konden vliegen. Dat kon, dus ik ben 's morgens met de boot van 6:30 van Texel naar Den Helder gegaan. En ik kwam 7:15 in de hangar aan. En daar was hij al bezig met de vluchtvoorbereiding. We hebben allebei het weer doorgenomen. Het was nevelig. Je had een wolkendek op 700 voet, 800 voet. Maar ja, met 7, 8 kilometer zicht kan je prima vliegen. Dan blijf je onder die wolken. Dus we zijn gewoon ingestapt en om 8 uur uitgetaxied om de lucht in te gaan. We gingen vliegen en ik had al meteen in de gaten van oeh, dit is een lastige dag. Je kon wel 7 kilometer kijken, maar het ging heel, heel snel vervaagde alles. En je had geen horizon, dus het wateroppervlak was glad en grijs. De lucht was grijs. Alles was grijs. Dus je vloog eigenlijk in een soort grijze brei. We zijn gaan zakken. En we hebben niet in de gaten gehad dat we in een heel laag gebied met lage bewolking kwamen. Mist, terwijl we op zoek waren naar dat schip. En ik heb regelmatig naar de hoogtemeter gekeken. Ik keek ook vaak naar buiten. En ik dacht het wateroppervlak te zien. En op een gegeven moment heel rustig gaan zakken. Ik keek nog één keer van buiten naar binnen. Ik zag de hoogtemeter op 200-300 voet staan. Vlak daarna, bam! Met een snelheid van 80, 85 knopen het water geraakt. De kist is over de kop gegaan. Met een groot klap, hard klap, kwamen we op ons kop in het water terecht. Ja, je bent eventjes weg van de schrik. En dan kom je vrij snel tot je positief. En dan zie je, wat ik me nog herinner, is dat ik boven me water zag en dat ik dat niet snapte. En toen realiseerde ik me, ja, we liggen op ons kop. Dus ik keek naast me naar de vlieger. Die had een bebloed gezicht. Was wel bij. En ik ging meteen de deur ontgrendelen. En riemen los en eruit. Dus het losmaken van de riemen. Dat lukte bij mij niet. Want mijn heupgordel die zat gedraaid. Dus de gesp die zat op mijn lijf. En ik hing met mijn gewicht. Hing ik erop, dus ik kon er niet bij. En dat water dat kwam deze kant op. Dus ik kwam met mijn hoofd onder water. Ik kon dus niets meer doen voor de vlieger. Ik was in overlevingsmodus. En doordat de kist volliep, werd ik lichter. Toen kwam de druk van de drukking van de gesp en kon ik me openmaken. Maar toen was ik eindelijk los. En dan ben je maar één ding, je wil eruit. Dus ik heb de deur eruit geduwd. Die was gelukkig door de klap zwaar beschadigd. De kist was al aan het zinken. Toen is een gordeltje van mijn reddingsvest is ergens achter blijven haken. Dus ik was buiten de kist, maar ik kon niet verder. Ik moest met mijn hand de kist in om dat los te wurmen. Dat lukte en toen 1-2 meter door het water naar boven. En toen kwam ik boven water. Toen ik boven kwam, was ik eerst heel boos. Toen bij zinnen. Je krijgt een enorme adrenaline stoot. En je denkt maar in één ding. Ik moet het proberen te overleven. Dus wat moet ik doen? Dat is een instinct. Het is een overlevingsinstinct. Ik had me wel
in eerste instantie gerealiseerd van wat er nu is gebeurd is heel slecht. De kans dat ik dit overleef is miniem, want het is 10 meter zicht, het is waardeloos. Ik lig hier in koud water, op 30 mijl uit de kust. Dus het duurt lang voordat ze bij me zijn. En als ze bij me zijn, kunnen ze me waarschijnlijk niet vinden. Toen heb ik mijn reddingsvest opgeblazen. En toen ben ik in overlevingshouding gaan drijven. Toen dacht ik, mijn noodcenter. Ik moet mijn noodcenter pakken. Die zat in een van de zakken van het overlevingspak. We dragen pakken tegen onderkoeling. Gelukkig, anders had ik hier niet gezeten. We hebben ook een persoonlijke noodzender in. Die heb ik gepakt. Ik heb hem aangezet. De antenne eraf gerold. Ik heb hem hoog gehouden. En ik moet volhouden. Dat is het enige wat telt, volhouden. Toen ik in het water lag, heb ik aan mijn gezin gedacht. Drie jonge kinderen. Ik heb zelfs gedacht om op mijn telefoon, die dan tot een meter diepte waterdicht was, om daar nog wat in te tikken. Maar die zat hier ergens ver weg. Ik dorst het niet. Ik wilde mijn overlevingspositie niet in gevaar brengen. Ik heb meteen om me heen gekeken en toen was er niemand. Ik was alleen. En toen zag ik op een kleine 10 meter, net nog zichtbaar, zag ik hem drijven. Hij dreef met zijn... Hij lag op zijn buik, met zijn armen wijd, met zijn gezicht in het water. En in de eerste impuls wilde ik er naartoe zwemmen. Maar zwemmen gaat heel lastig als je een zwemvest opgeblazen hebt. En je hebt de noodzender vast. Dus de impuls was er om er naartoe te gaan. En tegelijkertijd dacht ik verstandelijk van, ik kan daar niks meer betekenen. En ik breng mezelf in gevaar door mijn noodzender los te laten. Dus dat was heel moeilijk. Daar heb ik het later ook heel moeilijk mee gehad. En ik ben verder gegaan in de houding die ik had. En Brien de vlieger is op een gegeven moment uit beeld gedreven weg. Die periode van bijna 2,5 uur in het water was de ultieme eenzaamheid. Ik voelde me echt heel alleen. Je kan eigenlijk niet alleener zijn. Want je weet dat als je doodgaat, dat je alleen bent. Je kan met niemand contact meer maken. Dat heeft er mentaal heel erg in gehakt. Daar heb ik nog het meest moeite mee gehad om daarmee weer verder te kunnen. Ik heb een paar keer wel wat activiteit gehoord. In het begin heb ik een scheepsdiesel gehoord. Maar je registreert ook minder. Hè? Hoe kouder je het krijgt, hoe minder je registreert. Dus... Want met onderkoeling werkt het zo dat je begint eerst te rillen van de kou. Nou, dat rillen wordt op een gegeven moment echt heftig. Dat worden spasmes. Dat is niet controleerbaar. En op een gegeven moment stopt het. Dat is bij ongeveer 30 graden. Dan vanaf dat punt beginnen je interne organen allemaal uit te vallen. En als laatste je hart. Dus mijn nieren en mijn lever en zo, die hebben allemaal opdonder gehad. Je raakt heel langzaam buiten westen. Het gaat heel geleidelijk. Ik hoorde op een gegeven moment volgens mij alleen nog maar geluiden die wat dichterbij waren. Ik heb een meeuw heb ik een paar keer gehoord. Een keer ook gezien. Dat vond ik wel prettig. En ik heb een bruinvis een paar keer horen ademen. 2 of 3 keer. En dat gaf weer... een beetje moed om door te gaan. Ik ben niet helemaal alleen. Het noodzendertje gaf trouwens een klein lampje en een klein piepje. Dat heb ik later nog aan die fabrikant laten weten. Toen ben ik nog gebeld door iemand daar. Die vroeg naar mijn ervaring en toen heb ik ook gezegd, nou, dat piepje en dat lampje is heel belangrijk.
die geven je toch een beetje moed. Zo. In ieder geval werkt die noodzender. Dan heb ik nog zo'n klein kansje. En zo heb ik 2:25 in het water gelegen. 20 minuten voordat de reddingboot me vond, schat ik 20 minuten, een kwartiertje, hoorde ik een helikopter. Dus ik had een opleving. Ik hing al laag. Ik had de antenne nog hoog, want die heb ik tot het laatst toe hoog gehouden. Maar ik hing al met mijn hoofd omlaag, omdat ik niet meer echt bij bewustzijn was. Toen hoorde ik de helikopter, dus ik leefde op. Nou, misschien, er is nog een kans. Die is 2 of 3 keer, dat weet ik niet precies, is die overgekomen. 1 keer recht over me heen. En toen ging hij weg. Nou, dat was voor mij het slechtste moment van de hele periode in het water. Ik denk, nou, het is klaar. Het is over. Ze kunnen niet bij. Ze hebben me wel gepeild, maar ze kunnen niet hoisten. Hoisten is uit het water hijsen, omdat ze me niet kunnen zien. Het zicht is te slecht. Later begreep ik dat ze afstand hebben genomen en hun peiling aan het uitwerken waren en positie aan de reddingboot hebben doorgegeven. Zo'n beetje op het moment dat de reddingboot zelf mij ook in de peiling had en recht op het noodbaken afvoer. Toen hebben ze me gevonden. Ik lag daar en ik hoorde weer een motor. Ik was verrast. Ik til mijn hoofd op en het geluid kwam naar achter. Van achter, dus ik draai me langzaam om. Ik zie de stuurboord voorzijde van de reddingboot met 2 mannen erop. Zie ik aankomen varen zo op 1 meter of 10. En ik lag daar nog met die noodzender vast. Mijn arm hier aan de binnenkant, die was helemaal zwart van spierspanning. Zo krampachtig heb ik dat 2,5 uur volgehouden. Toen heb ik heel hard gegild. Dat weten ze ook nog allemaal. Want er kwam heel veel emotie uit, opgekropte emotie. En ik was natuurlijk ontzettend blij dat ik gered ben. Dus ik kwam ontzettend veel uit. Ik kwam onderuit mijn tenen. Ik ben daarna uitgegaan. Ik weet niet meer wat daarna gebeurd is. De reddingboot is heel voorzichtig langs zij gekomen. Dat hebben ze me later allemaal verteld. Er dreef benzine op het water. Dus daar hebben ze allerlei protocollen voor. Dus niet meteen te water. Maar de zwemmer die wilde heel graag meteen het water in. Dus die is, ik ga erin. Dus die is erin gegaan. Die heeft me eruit. Die heeft me naar het achterdek gemanoeuvreerd waar de lepel is. Dat is een constructie om drenkelingen uit het water te halen. Toen hebben ze me op het achterdek gekregen. En daar hebben ze geprobeerd contact met me te krijgen. Dat ging heel moeilijk. Ik was echt in shock. En ik kwam in het vuur terecht met de ambulance. Ik bleek mijn been gebroken te hebben, mijn linker enkel. Niks van gemerkt, maar dat waarschijnlijk tegen de romp van het vliegtuig geklapt tijdens de impact. En ik was onderkoeld, dus organen waren uitgevallen. En daarvoor, ik heb 2 nachten in het ziekenhuis moeten liggen totdat mijn organen weer goed functioneerden. Toen ik weer boven de 30 graden kwam, hebben ze me geloof ik naar een ander kamertje gebracht. Daar kwam mijn vrouw heel snel erbij, gelukkig. Toen kreeg ik een bord met boterhammen, eten. En ik had trek. Ik zat overeind. Ik was helemaal blij. Ik was helemaal. Maar tegelijkertijd werd ik helemaal overstuur. Want ik had zoiets: hoe kan ik hier nou zitten en genieten van eten en dat ik mijn vrouw weer zie, terwijl Brien er niet meer is? Dus het was heel dubbel. Ik heb wel te horen gekregen dat hij gevonden was. Dat heb ik later pas in het ziekenhuis bevestigd gekregen dat hij overleden was. Ik ben na een week of 1,5, 2 samen met mijn vrouw naar IJmuiden gegaan, naar het reddingsstation. Dat was heel heftig. Ik heb de boot gezien, ik heb de plek gezien waar ik gelegen heb. De KNRM zit heel diep in mij. Zij hebben hun verhaal verteld en ik heb mijn verhaal verteld. Het was voor alle betrokkenen heel fijn en heel belangrijk. En ik heb ze, het allerbelangrijkste, ik heb ze kunnen bedanken.